We gaan beginnen, als het goed is, met de heer Cedric van Samson. Meneer van Samson, kunt u mij horen, kunt u mij verstaan? Ik hoor u duidelijk, hoort u mij? Ja, ik hoor u, ja. Ja. Perikelen in Suriname, nadat het korpschef van de politie, de heer Prade, ontheven is uit zijn functie. Hij blijft voorlopig nog aan, heb ik begrepen, een paar weken. De politiebond roerde zich ook en wat is er precies aan de hand? Of is het een mogelijke reorganisatie die hier achter schuil gaat? Nou, het is niet dat schuil gaat. Het is al aangekondigd door de president. Dat er in kader van reorganisatie, dat er enkele topfunctionarissen zouden worden vervangen. En ik denk dat dat het prerogatief is van de president. Maar natuurlijk gebeurt dat in samenspraak met directeur van justitie, daarna BISA. En zo kwam het allemaal naar buiten. Maar dat is al aangekondigd, het is geen verrassing. Is geen verrassing, maar er zijn meerdere gewapende machten in Suriname. Je hebt de politie, je hebt het leger, je hebt de douane en je hebt nog twee bijzondere bijstandseenheden, geloof ik. Ja, bij het legertop is er al een vervanging gekomen. Ja. Bij de top van DNV is er vervanging gekomen. En de korpschef die zou ook worden vervangen. Dus ik denk dat we in het kader van reorganisatie beleidsmakers de kans moeten krijgen om een beleid te maken met de mensen die wie zij het beleid zullen maken. Hoe staat het met de samenwerking en de coördinatie tussen de verschillende gewapende machten? Want dat is het monopolie van geweld, is belegd bij 5 verschillende diensten. Nou kijk, die coördinatie tussen die verschillende gewapende machten in het kader van het zorgen voor die veiligheid, die loopt via eigenlijk wat de president had uitgestippeld als het beleid dat moet gaan zorgen dat er een betere integratie is. Toch omdat, kijk, wanneer je praat over de militairen, dan praat je over meestal de landsgrenzen. Maar je hebt ook de soevereiniteit. Ja, de soevereiniteit, de landsgrenzen, het bewaken van de soevereiniteit. Maar dan heb je ook de grensoverschrijdende criminaliteit, waarbij je soms hebt dat de justitiële diensten de ondersteuning nodig hebben van de militairen. En dat is er al in verschillende operaties die nu worden uitgevoerd. Kijk, als lid van de vaste commissie van Defensie word ik ook vaker geconfronteerd met dat is een beetje een scheve verhouding, waarbij de politieagenten dan voor hun overuren wel betaald worden, om zo te zeggen, maar dat bij de militairen niet zo is. En dat natuurlijk leidt tot een bepaald ontevreden gevoel van inzet, want de beide manschappen zetten zich in en de ene wil wie het zijn werk krijgen hier over hier en de ander wel. Dus die perikelen moeten wel een beetje anders worden bekeken. We gaan kijken hoe kan men ervoor zorgen dat alle manschappen die zich inzetten gewaardeerd worden, maar ook dat die toetak terecht komt, hè. Want ja, daarvoor heb je goede coördinatie nodig. Ja. Maar meneer Van Samson, wie coördineert de samenwerking? Is het de president zelf of is dat gedelegeerd? Nou, er is nu een operatie gaande, Veilig Suriname. Nou, maar kijk, als ik dat even hier heb, want we hadden er nog helaas over. Ik heb het niet hier, precies. Maar, die operatie Veilig Suriname die duurt tot april. En het heeft er meer mee te maken dat het opsporen van de Most Wanted, toch? Die, ja. De meest gezochte criminelen. En daarvoor is een van de mensen die het aantrekt, Milton Kensmail, is inspecteur. Ja. Die geeft aan aan de communicatie wat er allemaal gaande is. Maar er wordt vanuit de verschillende gewapende machten wel in. Hiervoor? Ja. Ga die gang. Ja, er was van die verschillende gewapende machten wel gewerkt naar dat punt. Dus hij is wel een van de aanspreekpunten vanuit het korpspolitie namelijk. Ja. In hoeverre speelt het feit dat er 300 manschappen ontrokken zijn van het korpspolitie Suriname in verband met de bewaking van ministers, familieleden, diplomaten en anderen, maar dat ze forse aderlating, in hoeverre speelt dit gegeven ook een rol in de discussie? Nou kijk, dat is natuurlijk vaker ter sprake gebracht. En ik denk dat er vanuit het veiligheidsaspect gezien eigenlijk er veel DNV'ers opgeleid zijn specifiek hiervoor, toch? En dat er vanuit Defensie
bij een zeker vaste commissie van Defensie. Dat voorstel wel is gedaan om dan zoveel mogelijk de politieagenten ter beschikking te hebben voor het zorgen van die algehele veiligheid. Want die veiligheid is nu echt behoorlijk onder druk komen te staan, het aantal berovingen dat we hebben gezien in de afgelopen periode. En dat we juist gaan naar een situatie waarbij de veiligheid van de hoogwaardigheidsbekleders door de desbetreffende mensen die daartoe zijn opgeleid eigenlijk wordt aangepakt. Waardoor we die 300, want je kan nu niet zeggen als het goed een grote aderlating is om ze terug te hebben of niet. Maar nu is het all hands on deck. En wanneer je all hands on deck hebt om een situatie aan te pakken, dan heb je letterlijk al die manschappen nodig. Dus wanneer je die veiligheid weer kan garanderen, op een bepaald niveau, terug kan brengen naar een bepaald niveau, dat je dan kan zeggen van als je dat nodig hebt om politieagenten ermee te hebben, dan kan je eruit halen. Maar nu hebben we wel alle politieagenten nodig, omdat een heleboel politiestations onderbemand zijn. En ook met dat van COVID, dat je soms hebt dat er uitbraken kunnen zijn op verschillende politiebureaus, waardoor je plotseling geen politieagenten ter beschikking hebt voor een deel van Suriname. En dan heb je die 300 die dan bij de hoogwaardigheidsbevelen zitten, daar wel gelijk nodig. Dus ze kunnen altijd extra ingezet worden voor waarvoor ze opgeleid zijn. Maar beschikt de politie over voldoende of adequaat materieel om hun taak naar behoren te kunnen uitvoeren? Nee. Dat zeg ik gelijk, omdat dat zijn verschillende politiebureaus die al maanden zonder een auto zitten. En dat zijn zaken die vanuit zowel de burgerij als het politieapparaat zijn gemeld aan mij als volksvertegenwoordiger. En daar heb ik ook aan de bel getrokken. De minister heeft aangegeven dat hij bezig is om totale reorganisatie van het wagenpark van de politie. Het zijn natuurlijk ook wagens die, ja, politievoertuigen, die zijn uitgeleend aan andere diensten, die eigenlijk terug moeten worden gebracht in de boezem van Zuid-Oost Politie Suriname. En de minister had ook aangegeven dat hij daarmee bezig is om een totale registratie te doen van alle voertuigen. Want dan weet je wat je hebt en wat je niet hebt en wat je dan nog nodig hebt. Maar het is wel zo dat verschillende politiebureaus onderbemand zijn qua voertuigen. Dus niet onderbemand, ik bedoel met een tekort aan voertuigen. Meneer Van Samson, u had het over de operatie veiligheid, hè? Is deze operatie officieel aangekondigd door de president en wanneer is die van start gegaan? Nou, hij was al eerder aangekondigd door de minister in het Oostercollege van Staat. Maar toen waren er wat, oekjes en haakjes eraan. De minister van Defensie bedoelt u? Nee, de minister van Justitie en Politie. De minister van Justitie en Politie, oké. Okay. Ja, en daags daarna was er wat kritiek vanuit de bond, dat eigenlijk de bond zijn leden terug had getrokken uit die actie, omdat naar mening van de bond de leden eigenlijk niet zouden kunnen werken onder die extreme werkdruk, omdat mannen zouden dan eigenlijk na hun reguliere shift nog dan moeten doortrekken in het kader van deze operatie. Die bezorgdheid is ook op tafel gelegd bij DNA-leden, die natuurlijk de zaak hebben bekeken. En laten we dit ervan zeggen. Als politieagent hebben de mensen een eed afgelegd en je moet er zijn om de burgerij te dienen. Maar natuurlijk is dat niet onvoorwaardelijk dat je erbij neervalt. Dus dan moet een zodanig schema worden gemaakt dat het menselijk is om uit te voeren. Maar ik denk dat wanneer je zo een operatie uitvoert, dat je pas na de uitvoering ervan kan evalueren. Je kan niet voordat je begint uit te voeren evalueren en zeggen dat het te hard is voor die manschappen of te zwaar is voor de manschappen. Omdat je bent er om de burgerij te dienen. Daarvoor heb je eed afgelegd. En er zijn momenten waarop dat een beroep gedaan gaat worden op die eed die je hebt afgelegd. Die verantwoordelijkheid die je op je hebt genomen om de burgerij te dienen. Want er kunnen altijd momenten zijn, er kunnen zaken gebeuren waarbij de politie ingezet moet worden. En dan moet je daar dienstbaar zijn om de gemeenschap te kunnen dienen. En ik vind wanneer de veiligheid in het land zodanig onder druk is komen te staan, dat er een beroep gedaan wordt op de politie en het politieapparaat om die veiligheid te kunnen garanderen, dan ben ik van mening dat het eerste wat moet gebeuren is dat we die operatie uitvoeren. En dat we natuurlijk bij evaluatie gaan kijken hoe we gaan bijstellen, zodat het tot zijn recht komt. Maar ik vond het niet zo verantwoordelijk van de politiebond om zelfs voor de uitvoering van, of tijdens de uitvoering van dit plan, de manschappen terug te trekken. Het is eigenlijk niet eens gebeurt dat men heeft gekeken naar hoe het werkt, maar dat men gewoon uit te gaan vanuit het aantal manuren dat gemaakt moet worden, dat het niet werkbaar is. En dat vond ik niet zo verantwoordelijk. Maar dat betekent dat de medewerking van de politievakbond noodzakelijk is
om bepaalde operaties te kunnen uitvoeren. Nou kijk, dat is iets waar ik eigenlijk van mening verschil met de mensen die het doen overkomen alsof de politiebond eigenlijk daarin autonomie heeft om te bepalen wanneer hun leden worden ingezet. Toch, het is de politieagent die krijgt de opdrachten van de KC. De korpschef is belast met de dagelijkse leiding. Ja. En wanneer er zich situaties voordoen waarbij een beroep wordt gedaan op de politie om terstond zijn medewerking te verlenen, dat is het eerste wat je doet om je medewerking te verlenen. En natuurlijk kan je na evaluatie aangeven. Maar ik heb gemerkt bij de houding van de politiebond dat men bijna eigenlijk geweigerd heeft om direct mee te doen, terwijl er een beroep gedaan is op juist dat wat de politie heeft beloofd, het volk te dienen. Je bent er om het volk te dienen. En die situatie er is qua veiligheid, het aantal berovingen, zaken die zich voltrekken, dat wij eigenlijk meer proactief handelen van de politie, want we hadden moeten kunnen verwachten van oké, we voeren uit en na een week gaan we kijken hoe het werkt. Toch om te kijken wat het beste is voor onze manschappen die hun werk naar eer en geweten kunnen doen, maar dat ze er ook niet bij neervallen. En ik heb gemist bij de politiebond dat er hier over een ALC is geweest. Toch, want ik heb nagetrokken als volksvertegenwoordiger van wanneer heeft de politiebond voor het laatst vergaderd. Toch, om te kunnen praten over de zaken, het werk rakende. Want algemene ledenvergadering. Ja, ALC toch. Want ja. Ik neem aan dat wanneer je praat als politiebond voorzitter, dat je dan eigenlijk in conclaaf bent geweest met je leden. En als je in conclaaf bent geweest met je leden in de ALC, dan kan je stellen dat wat het besluit is en waarom wel en waarom niet. De last gehouden ALC was op 17 november. En als ik de agenda bekijk, dat is de presentatie jaarverslag, secretaris van de politiebond, behandeling, briefbevordering van de agenten, verslagbespreking tussen SPB en de regering. Maar er is niets hier dat te maken heeft met die operatie. Dus er is geen vakbondstandpunt hierover ingenomen. Toch de leden hebben zich hierover niet uitgesproken. Toch, dus ik vind het dan verregaand dat een politiebondvoorzitter uitspraken doet zonder met zijn leden in conclaaf te zijn geweest. Nog, en ik geef dan ook duidelijk aan, de laatste vergadering ALV van de politiebond was dus op 17 november. En er zijn daarna geen enkele, ik heb geen enkele ALV daarna gehoord. Ik heb geen enkele agenda van geen enkele andere ALV gezien. Dus er is ook geen ALV geweest over dat van de korpschef. Dus alle uitspraken die gedaan zijn via de media, door de vakbondvoorzitter en de mensen van het bestuur, die zijn eigenlijk gedaan op eigen houtje, zonder dat de leden die contributie betalen, die hun stem hebben uitgebracht op het hoofdbestuur, dat die daarbij zijn gehoord. En dan vind ik het dan niet verantwoordelijk van die voorzitter van de politiebond om zulke zwaarwichtige uitspraken te doen op eigen titel, zonder om de leden te horen hierover. Ja, ik kan op persoonlijke titel hebben gesproken, maar het kan ook zijn dat de leden in een eerdere fase, in een eerder stadium, het mandaat hebben gegeven aan het bestuur om namens hen op te treden. Maar ik heb de agenda van de laatste vergadering voor u gelezen en er is nergens gesproken over mogelijke assistentie of uitvoer van operaties waarbij men aangeeft van indien wij extra worden ingezet. Het gaat gewoon over de besprekingen met de gesprekken over de regering en die te maken hadden met de positie van de politieagenten. Dus ik vind wanneer je zulke zwaarwichtige besluiten neemt, dat je dan wel de leden moet horen. Waarom ik dat zeg? Ik heb gesproken met verschillende leden van de vaste commissie van justitie. En wanneer de politieagenten hun beklag doen, doen ze dat ook bij de DNA-leden. En er zijn veel politieagenten die zelfs eigenlijk content waren met het vervangen van de korpschef. Dus wanneer ik dan zonder een ALC moet vernemen dat de politiebond aangeeft dat de korpschef eigenlijk niet weg moet, maar dat het moet worden aangegeven op grond waarvan de korpschef weg moet, dan vraag ik me daar af, wat is eigenlijk de lijn die hier gevolgd wordt? Want zijn de leden daar wel gehoord? Want wanneer over een specifiek onderwerp een standpunt inneemt, dan ga ik wel ervan uit dat de leden zich hebben kunnen uitspreken hierover. Ja, dat is dus niet gebeurd. Maar het ligt principieel, heel principieel, hè? Owen, ga je gang. Ja, meneer Van Samson, Owen Venlo ben ik. De politiebond heeft
statuten, heeft een bevoegdheden. En die hebben geen betrekking op wel of niet inzetten van de politie. Daar gaat de politiebod niet over. Daar gaat de minister over. He, dus ik denk dat meneer Van Samson een punt heeft waar je heel principieel moet zijn, want het begint zo en de straks komt er steeds meer bij en je bent oneigenlijk bezig als politiebond. Dat is niet je taak. En die koppeling naar het personeel heeft Van Samson gelijk. Die moet transparant functioneren en dat kan niet als je zomaar dingen doet die nergens op gebaseerd zijn binnen jouw organisatie. Ja, kijk. En dan heb ik een vraag daaraan gekoppeld, ook met het principieel aspect, meneer Van Samson. Ineens, een paar dagen geleden, kregen we te horen dat de Jungle Commando een eis had gesteld aan de vicepresident, zijnde ABOP-voorzitter. En terwijl ik in de veronderstelling verkeerde, dat de Jungle Commando was opgeheven en was opgenomen in de politie, in het politieapparaat daar in de regio. Hoe kijkt u dit tegenaan? Nou, de eerste moet ik u gelijk geven over dat van het niet meer bestaan van Jungle Commando. Want wanneer we praten over Jungle Commando, praten we over een gewapende organisatie die in de jaren 80 strijd heeft gevoerd tegen het Nationaal Leger. Toch? En in een proces van ontwikkeling en regeerverantwoordelijkheid nemen om ontwikkeling te brengen, is er geen plaats voor een gewapende organisatie, die een guerrilla organisatie. Er is geen plaats daarvoor. Dus ook al zou de ex-leden, want het gaat om ex-Jungle Commando leden, in welke hoedanigheid dan ook, het zijn ex-Jungle Commando leden, dus die zijn nergens betrokken in het ontwikkelingsproces. Want een guerrilla beweging die houdt zich bezig met een guerrilla-strijd. Opblazen van bruggen, geestelen van mensen. Het onschadelijk maken, om het zo te zeggen. Ja. Van de vijand. En daar zijn we niet mee bezig. We zijn niet bezig met een strijd. Dus als het zijn ex-Jungle Commando-leden, die vanuit welke hoedanigheid daar ook een beroep doen op de ABOP-voorzitter, die ook de vice-president van de Democratische Republiek Suriname is. Maar is er geen ruimte om te praten als ex-Jungle Commando, omdat die organisatie geen enkele plaats heeft in dit democratisch proces waarin we zitten. Dus ik schrok er ook even zelf van. Ik dacht van, waar gaan we nou naartoe? Ja. Toch? En vooral dat je rakende dat te maken had met de journalist Jason Pinas. Kijk, ik neem in aanschouwing dat er twee journalisten zijn vermoord in Haiti in de afgelopen dagen. Toch? Die ook gingen om een militaire junta of een gewapende gang te gaan interviewen. En dat past misschien in het concept van een oorlog en onzekerheid. Maar we leven niet in zo'n tijd in Suriname. Dus er is totaal geen plaats voor een Jungle Commando hier om een advies te geven. Want we zijn niet bezig met een gewapende strijd. Dus ik denk dat de vicepresident met zijn oude strijdmakers van toen moet praten, zodat zij begrepen dat er geen ruimte is om namens Jungle Commando te praten. Of in het belang van Jungle, want er is geen enkele gewapende strijd gaande. Precies. Meneer Van Samson, een vraagje. Bestrijden van, het opsporen van strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde. Zijn die bevoegdheden uitsluitend belegd bij de politie of zijn ook andere gewapende machten in Suriname daarmee belast? Nou, ik denk dat wanneer het gaat om grensoverschrijdende misdaden waarbij militairen zijn betrokken, dat de militaire politie dan direct in beeld komt. Maar de directe uitvoerende arm van het Openbaar Ministerie, dat gaat het dan wel om de politie. Dus ik denk dat het dan wel de politie is die daarvoor is aangewezen. Dus de bestrijding van de criminaliteit, het bevorderen van de veiligheid, is primair een taak van de politie. Ja, dat is primair een taak van de politie. Maar natuurlijk heb je soms ook grensoverschrijdende criminaliteit waarbij een beroep wordt gedaan op soms militairen en de militaire politie om te assisteren. Toch? En dat kan ik wel begrijpen. Vandaar dat in het kader van de operatie Veilig Suriname, dat er een ondersteuning en assistentie is van de verschillende gewapende machten. Ja, ze hebben ze een nulmeting uitgevoerd? Want ik ben natuurlijk benieuwd hoe het zit met de veiligheidsindex in Suriname. Dus aan de hand van de afgelopen maanden, de geweldcijfers in de afgelopen maanden, is er nog geen statistieken over hoeveel er zijn geweest. Want kijk,
Je moet de statistieken hebben. Je kan niet zeggen van iets gebeurt veel in mijn buurt, dus het is toegenomen. Nee, je moet een globaal beeld hebben over per district het aantal gevallen, het aantal moorden, het aantal berovingen. En die statistieken zijn er wel nog niet uitgekomen. Maar wat wel dat tentatief wel kan aanvoelen aan de hand van de krantenberichten, de zaken die de media halen, dat er wel een stukje verruwing is in de criminaliteit. En het is toegenomen. Maar in percentages waar en hoeveel, toch, dat is nog niet bij statistieken beschikbaar. Dat wil allemaal goed voorzichtig zeggen, dat heb ik altijd nog niet gezien. Nee, want we zeggen hier in Nederland, meten is weten. He, dus, ja, dus, meten is weten, ja. Het is heel belangrijk om toch in kaart te brengen, om op een gegeven moment na te gaan, wat is objectief en wat is subjectief? Gaat het om de gevoelens of gaat het hier om de harde cijfers? Waarbij je dus niet alleen de kwantiteiten, maar ook de kwaliteit, de verruwing van de criminaliteit in beeld probeert te brengen. Meneer Van Samson, een andere vraag. Bestrijding van de criminaliteit, bevorderen van de binnenlandse veiligheid? Prima. Maar wat doet de regering ook aan de andere kant? Want het sociaal beleid, werkloosheid, het volk heeft het moeilijk. En juist in deze periode zie je dan een stijgende criminaliteit. Wat gebeurt er op het sociale vlak om dus armoede te bestrijden onder de bevolking? En aanvullend eventjes, het IMF is overeengekomen met de regering dat er dus een vangnet voor de sociaal moeilijke groepen onderaan die loonpyramide een vangnet zal komen. Is daar al iets over bekend? Oh, om met het laatste te beginnen. Er moet nog een concrete berekening komen van wat de armoedegrens is. Omdat wanneer je gaat vaststellen, wanneer je gaat aangeven dat er eigenlijk een sociaal vangnet moet komen, dan moet je precies weten wie onder dat vangnet zullen vallen. En daarvoor is het vaststellen van een armoedegrens, net zoals je zegt, meten is weten, moet dat eerst worden vastgesteld, zodat je weet aan wie je die geven, aan wie de subsidies gegeven moeten worden. Ten aanzien van, dus eerst wat u weer vroeg, even ontgaan, over... Ja, ik vroeg naar het sociaal beleid, hè? Ja, sociaal. Ja, vangnet, ja. Sociaal beleid, er is veel armoede, er is verarming verplaatst, de prijzen reizen de pan uit. En ja, ik denk dat een heleboel gezinnen het heel moeilijk hebben in Suriname op dit moment. Ik kwam van de markt, vanmorgen was ik nog op de markt. En wat mij is opgevallen, dat onderweg naar de markt toe, ik bij veel bedrijven, voerbedrijven, bandenzaken die ook open zijn op de zondag, zag dat ik er bijna bij... Zeker 5 van zijn bordjes waren arbeiders gevraagd. Er is nu wel een grote vraag naar arbeiders in de kleine middenbedrijf ondernemingen. Ja. Omdat veel van de Haitianen die wegtrekken, die trekken nu naar via de Franse kant naar Frankrijk. Waardoor er eigenlijk een grote mate van vacature is. Ja. Wanneer men praat over armoede en werkloosheid, dan verhoudt dat zich niet tot wat je eigenlijk ziet dat er is wel werk, maar we hebben een cultuur in Suriname dat men meestal kiest voor zekerheid. En dat wordt gebracht als zekerheid, maar wat men bedoelt is een land Marokko. En in de afgelopen periode heb ik wel veel meer mensen gehad door die naar me stappen, meneer Van Samson, maar in de carrière met een land Marokko. Ik zeg maar, hoe dan? Ja, want Marokko is zo'n prezi, maar mijn abdatra karta dape. Ik zeg maar, ik kan pas verzekeren. Ik zeg, ja, maar... Ik heb even het talent hier ook op doen, kwam ik er beter van uit. Dus, ja. Dat is ook iets waarmee we worstelen, een stukje Surinaamse cultuur. En daar met de Venlo, dat ook heel goed begrijpt. Dat is een stukje Surinaamse cultuur die we hebben, waarbij men meestal gaat voor wat men binnen de overheid noemt als zekerheid. Maar ik zie het niet als zekerheid, dat ik zie het als het systeem belasten. Want dan heb je die sociale voorzieningen. Maar die sociale voorzieningen zijn niet meer wat ze wezen moeten, omdat een hele grote groep eigenlijk dan niet betaalt voor die zorg. En die vrijwillig verzekerden en de mensen die bij SZF zijn, die moeten dan eigenlijk opdraaien voor de rest van Suriname. Wat maakt dat die zorg niet adequaat kan zijn aan de hand van het aantal verzekerden. Maar er dan te veel mensen zijn die eigenlijk niet verzekerd zijn, dus die niet betaald verzekerd zijn, maar wel gebruik maken van die voorzieningen. Toch? Dus vandaar dat de meeste mensen toch uit blijven kijken naar het land Marokko. En ja, op dat gebied dan hebben de mensen het heel hard. Waarom? Ik was vandaag op de markt vanmorgen, zoals ik zei. Prijzen zijn enorm gestegen.
grote vis die je kocht voor 35 kost nu 90 zoveel. Sorry, wat? Zoute vis, ja. Ja, 35 SRD kost voor een pak, dat kost nu 90 SRD. En je moet nagaan, met de inkomsten die gestegen zijn, is het een enorme uitdaging voor de mensen om nog steeds het nodige wat ze dagelijks aanschaffen te kunnen gebruiken. Wat ik nu heb gemerkt, is dat de mensen nu niet meer een grote voorraden opkopen, maar kopen wat ze nodig hebben voor de komende 3 dagen, 4 dagen, 5 dagen. Dus er is een bepaalde mate van armoede bij de bevolking, maar de mensen nu minder in staat zijn te kopen met hun inkomen. Dat is wel, dat is een realiteit. Ja. Meneer Van Samson, heeft men niet eerder erover nagedacht? Ik bedoel, de coalitie of bepaalde politieke partijen, of uw politieke partij, om de gezondheidszorg en onderwijs gratis te maken? Nou, kijk, dat is wishful thinking natuurlijk, omdat wanneer je het gratis maakt, moeten de prioriteiten van de regering en van het bestedingspatroon van de inkomen van de staat ook dusdanig worden gewijzigd. Maar kijk, wat Suriname moet weten is dat eigenlijk de kurk waarop Suriname altijd heeft gedreven toen de tijd op school leerde ik dat was bauxiet. Maar om het goed te zeggen, Suriname draait op de mineralen die we uit de aardbodem hebben, die eigenlijk geëxploiteerd worden door de multinationals. Het is zo geweest in de jaren 70, 80 met bauxiet. En die omschakeling is gemaakt naar goud en aardolie. Maar we besteden dat geld niet echt om die andere sectoren een boost te geven, waardoor wij eigenlijk die diversificatie hebben in die economie, waardoor we niet afhankelijk alleen zijn van de producten uit de mijnbouw. Dus een groot deel van de inkomsten die wij krijgen uit dividend van IM Gold, Newmont en staatsolie, een heel groot deel daarvan gaat naar het betalen van ons overheidsapparaat, het dekken van de begroting. Maar ik denk dat er daarin een prioriteitswijziging moet komen. Ja. We zouden dan ervoor moeten kunnen zorgen dat we met die middelen eerst de gezondheidszorg aanpakken, toch? Ja. Daarna onderwijs als tweede en als derde het overheidsapparaat. Maar wanneer we regering na regering blijven zien, en dat is iets dat begonnen is bij de vorige regering hoor, het is iets dat een deel van onze Surinaamse cultuur is, dat er bij elke regeringswisseling voor en na de verkiezing er steeds meer ambtenaren bij komen, dan blijft die uitgave aan ons overheidsapparaat, dan blijft dat prioriteit genieten boven de gezondheidszorg en boven onderwijs. Zo zien wij dat wij na de aantreden van deze regering mensen hebben gehad op de stoep van de volksvertegenwoordiging daar DNA. Die kwamen aangeven dat ze maanden al werken en niet betaald zijn. En ik heb me altijd afgevraagd, hoe werk je 8 maanden en je bent niet betaald? Hoe ga je dan nog naar het werk? Want het is toch niet logisch? Om te werken moet je eten, om te eten moet je geld hebben. En als je werkt en je niet eet, of je werkt en krijg je geld, hoe eet je? Hoe heb je die energie om naar het werk te gaan? Maar we weten allemaal, het ging om de spookambtenaren, de politiek geregelde spookambtenaren, die eigenlijk dienden als politiek stemvee, om het zo even oneerbiedig te zeggen, die dan voor in ruil van een land Europa een steun gaven aan een politieke partij. Het was misschien HVB, NDP, maar mensen die in grote mate in dienst zijn genomen. En dat drukt eigenlijk gewoon op die begroting. En dat stelt ons dan niet in staat om die prioriteiten in die uitgaven te veranderen. Toch, want we zitten dan met ziekenhuizen die achterstanden hebben bij leveranciers. We zitten dan met onderwijs, waarbij er geen onderhoud van de scholen nog aan heel veel te wensen overlaat. Het bevoorraden van de leerkrachten die in het achterland, het binnenland zijn gestationeerd, waardoor die prioriteit van die overheid blijkt dat desondanks we veel inefficiëntie hebben op de ministeries met een 30% realisatiegraad, elke ambtenaar 100% van zijn salaris ontvangt in van de maand. En dan is er daar geen onderscheid tussen die ambtenaar die keihard zijn werk doet, want je hebt ambtenaren die naar eer en geweten elke dag op tijd aan het werk zijn om hun werk te doen. En dan heb je ook de spookambtenaren die nooit 1 dag op kantoor zijn geweest. Maar wanneer je straks een looncorrectie zal geven of een herwaardering zal geven aan de ambtenaren, krijgt ook die spookambtenaar die geen centimeter werk verricht. Dus ik denk dat we daarin het mes moeten zetten. En ik heb daaraan de eerste aanzet gegeven toen ik in DNA vroeg aan de minister van Visa om de gordijnen te verwijderen. Haal die gordijnen weg. Pura garde. Laten we weten hoeveel mensen er zijn in beleidsfuncties, hoeveel beleidsmedewerkers er zijn,
zodat we een beter zicht hebben. Want kijk, wanneer je praat over mensen in overheidsdienst, en je praat over de mensen die op het kantoor de werkzaamheden moeten uitvoeren, dan kan je geen beleid maken. En net zoals mijn collega Ebu Jones aangaf, dat het tekenen van de presentielijst al een bewijs is dat je hebt gewerkt. Ik ben van mening dat het tekenen van een presentielijst het bewijs is van jouw aanwezigheid, niet van jouw prestatie. Zo, en dat maakt dat wij dan eigenlijk dit land niet kunnen ontwikkelen. Want als we weten dat er steeds, elke keer maar, mensen door verschillende regeringen worden geplaatst. En wanneer ze worden geplaatst daar, er geen indicatoren zijn over hoe er wordt gewerkt en wat er allemaal wordt verricht aan beleid, dan gaan we steeds blijven. Om daar heb ik een vraag, over, meneer Van Samson. Ik ben al een aantal maanden bezig om richting Suriname aan te geven. Twee grote problemen. Suriname praat over diaspora-beleid, maar ontwikkelt geen diaspora-beleid. Dus een 500.000 Surinamers in het buitenland met geweldig veel expertise laat je buiten beschouwing. En twee, Suriname werkt niet met beleidsplannen. Ik vraag aan iedereen, als ze met iets komen, wat is het beleidsplan op dit terrein? Ja, de minister heeft gezegd, daar heb ik niets aan. Ik moet een plan kunnen lezen en ik moet uitvoeringsregels weten om de ambtenaren te houden aan dat beleid. Maar men doet maar wat en zo op het punt van de ambtenaren. Iedereen weet, de helft van de ambtenaren moeten naar huis. Of omgeschoold, hergeschoold, bijgeschoold worden. Waar is het instituut dat met die omher- en bijscholing te maken gaat krijgen? Ik hoor niet, ik lees niets in plannen. Dus kijk, wat u daar zegt, ben ik het helemaal met u eens. Omdat, ik heb vaker ook gevraagd aan die regering, wat zijn die meetbare indicatoren? Precies. De targets die gesteld zijn. Maar aan de hand van de gestelde targets kan je het beleid evalueren. Dan kan je kijken welke richting je opgaat. En eerste stap daartoe is om alvast te weten hoeveel ambtenaren je hebt. En er is daarvoor al een onderzoek geweest bij OW, waarbij er was om vast te stellen dat meer dan 80% laag opgeleid personeel is. Ik weet niet of ik de juiste bewoording daarvoor gebruik, want mensen zijn gediscrimineerd wanneer je zegt laag opgeleid. Maar laat me zeggen, niet theoretisch opgeleid, want ze zullen misschien wel hun kwaliteiten hebben in praktisch werk of zo. Maar het zijn dan mensen die meer zijn aangetrokken zonder een bepaalde cv te bezitten. En dan moet je ook weten met wie je dan beleid gaat voeren. Je kan niet een heel ambitieus beleidsplan willen uitvoeren met mensen die daartoe de capaciteit niet bezitten. Maar dat plan moet je eerst maken, toch? Ja, je moet dat plan eerst maken. En dat is helemaal zo, want we hebben laatst een meerjarenontwikkelingsplan aangenomen 2022-2026. En ik heb toen ook in die openbare vergadering gelijk gevraagd aan de minister van, kijk, we hebben dat plan aangenomen, goedgekeurd, maar hoe gaan we hem uitvoeren? Met welke attitude ga je hem uitvoeren? Ga je hem uitvoeren met dezelfde aanpak die we kennen in Suriname van Winti, Wailanti, Pai? En zo kwam ik in die discussie met mijn collega, die toen aangaf dat mensen betaald moesten worden omdat de mensen al 18 maanden werken. En ik heb toen aan hem gevraagd, wat is uw indicatiemeter dat de mensen hebben gewerkt? En ik schrok me echt een aap toen mijn collega zei van de presentielijst. En het ging gewoon normaal door, men slikte het als zoete koek. Er werd zelfs gelachen van, we tekenen hier toch ook. Maar het is een groot verschil wanneer het Hoogste College van Staat de presentielijst tekent, omdat daar de vergadering aanvangt wanneer er quorum is. Je hebt toch geen quorum nodig op de werkvloer. En ik denk dat er een stukje politieke traditie erin verweven is, die niet zo makkelijk is om uit te halen of eruit te krijgen. Want die diaspora gaat niet komen hier om je te helpen met die attitude. Je gaat niet met die attitude diaspora krijgen om je hier te helpen. Ja. En dat is een van de dingen waar we moeten werken. En de meeste mensen schuwen dat debat om daarover te willen praten. Omdat het moment je praat over de topfunctionarissen van het land, dat heeft iedereen kritiek, omdat het is niet je familie, het is niet je oom, het is niet je neef. Maar het moment je gaat praten over de ambtenaren en de spookambtenaren, dan wordt men stil, omdat dan praat je over die man zijn broer, zus, neef, tante en hij zelf.
Dus het wordt dan direct persoonlijk. En ik zeg, we moeten dat debat niet schuwen. We moeten gewoon het probleem in de ogen aankijken. Toch? Ja, meneer Van Samson, alvorens over te gaan tot afronding van het interview, ik nog een vraagje. Wat is in uw beleving de belangrijkste uitdaging waar de regering, het kabinet Santokki voor staat? En ook waar de Surinaamse bevolking voor staat en waar het Surinaams bedrijfsleven voor staat? Ik denk dat dus de grootste uitdaging voor het kabinet Santokki is een mentaliteitsombuiging te kunnen brengen van eigenlijk een samenleving die gewend is politiek geregeld te worden naar een samenleving die in staat moet zijn meer van de productiemiddelen van Suriname te kunnen benutten als Surinamer. Dus niet dat de Guyanees komt en die Guyanees leeft van de visserij, die Haitian komt en leeft van de landbouw en de Braziliaan komt en die werkt in de goudsector. En het leeuwendeel, want er zijn ook Surinamers die hard werken in de private sector, maar het leeuwendeel van de Surinamer meestal toch nog uitkijkt naar vacature, een branche in de overheid, het overheidsapparaat. De uitdaging voor het Surinaams ondernemerschap, toch, is om eigenlijk een beetje innovatiever te gaan zijn en meer aan te gaan sluiten op de mogelijkheden in het, die geboden worden door de verkleinende wereld, doordat je ook nu veel diensten hier kan uitvoeren die in het buitenland moeten geschieden. Ik denk dat we ons moeten gaan upgraden en niet meer eigenlijk die mentaliteit moeten hebben van ja, een derde wereldland in aanpak. Maar dat we moeten gaan bijbenen waar die ontwikkelingen zijn. Die randvoorwaarden moeten natuurlijk gecreëerd worden door de overheid, want de private sector die kan beter produceren, die kan beter werken, maar dan moeten we niet zo lang wachten op beschikbaar kapitaal. We moeten dan niet zo lang wachten op beschikbaar grond. We moeten niet torenhoge rentes hebben als je een businesslening wil doen. Dat zijn zaken die allemaal geen gunstige voorwaarden zijn voor de Surinaamse private sector om te kunnen verbeteren, om meer te kunnen produceren, om er beter van te worden. Dus ik denk dat de uitdagingen zijn veel, maar het is heel groot voor de regering Santokki, omdat het zijn dingen die jarenlang zijn ingeburgerd bij de Surinamer. En wanneer je daar iets moet gaan veranderen dat jarenlang is ingeburgerd, dan zit je natuurlijk met het volgende. Je stuit op veel verzet van de mensen die het oude gewend zijn. Maar verandering ga je moeten brengen met de mensen. En er is één ding over de hele wereld dat zo is, is verandering. Wat nu zo is, was 100 jaar terug niet zo. Meneer Van Samson, we zijn gekomen aan het einde van het interview. Heeft u nog een boodschap voor onze luisteraars? Nou, de boodschap die ik heb voor de luisteraars is om te weten dat we natuurlijk zijn waar we zijn als land, omdat wij in de afgelopen periode beleid hebben gehad en ook onze mentaliteit ons heeft gebracht in een bepaalde positie, waarbij wij nu het mes erin moeten zetten om verandering te brengen en ook aan de manier hoe wij zaken doen. De boodschap die ik heb aan de mensen in diaspora is om hun rol te beseffen. Niet dat je de mensen komt zeggen hoe ze het moeten doen, maar dat je jouw actieve rol inneemt om hoe het beter te laten gebeuren door actief te participeren en niet op te geven wanneer je stuit tegen verzet van mensen die de oude gewoonte gewend zijn. We kunnen niet blijven praten over het financieel gat dat we over hebben genomen, maar we moeten dat gat dichten. En wanneer we dat gat gaan moeten dichten, dan gaan we dingen moeten doen die niet altijd zo plezierig zijn en niet zo populair zijn, net zoals alles wat er nu gebeurt. Maar we moeten niet alleen denken aan honger van nu, maar ook aan honger van overmorgen. Dus wat we nu doen, gaat misschien nu niet mooi zijn, maar we moeten ervoor zorgen dat we over een paar jaren er beter van worden. En we moeten leren uit de fouten uit het verleden. Ja. Niet meer lopen achter populisme, niet meer lopen achter mensen die ons heel veel mooie dingen beloven, zonder een routekaart, want geen enkel succesplan is makkelijk. Ja, meneer Van Samson, even in de herkansing. Als collega Iwan Botsen wil nog een vraag stellen. Ja, want we moeten dus dit gesprek beëindigen. Maar als ik u zo hoor, dan bent u behoorlijk tevreden over het beleid tot nu toe van deze regering. Nou, dus kijk, laat me er dit van zeggen. Tevreden over de maatregelen die genomen worden, omdat die ons moeten brengen naar een toekomst waarbij we niet meer komen in de situatie waarin we zijn. Maar als ik sta midden in het volk, zoals ik vandaag in de markt was, dan weet ik dat het er niet mooi uitziet voor het volk. Dat weet ik nu, omdat de mensen heel veel moeten inleveren, heel veel minder kunnen kopen met hun beschikbaar inkomen. Maar die economische rust, die economische stabiliteit, die moeten we terugkrijgen. En dat is een proces.
Ja, we kunnen allemaal schreeuwen wat het hart en we weten waarom het hart is. Want we dealen ook wereldwijd met een pandemie. Wat maakt dat geen enkel bedrijf nu op 100% van zijn capaciteit draait. En als je toch 100% van je capaciteit draait, heb je niet 100% van je inkomen. Kan je je personeel niet meer geven. Dus dat is die uitdaging. Maar ik kijk naar die basisvoorwaarden, het fundament dat gezet is om te gaan naar een beter Suriname. Zoals het loslaten van de koers, het niet monetair financieren, ervoor zorgen dat wij geen zaken meer doen die ons economisch in problemen kunnen brengen. Meneer Van Samson, hartelijk dank. Het is nu niet mooi, maar we gaan wel naar een mooie toekomst als wij die tegel strak houden en doen wat nodig is voor Suriname. Hartelijk dank voor het interview, meneer Samson. We zijn blij dat u onze luisteraars weer hebt bijgepraat, hè, dat ze weer op de hoogte zijn van een aantal ontwikkelingen. Hartelijk dank en we komen ongetwijfeld weer bij u terug in de toekomst. Afgesproken, hartelijk dank. Mijn naam is Van Samson. Van Samson, meneer Van Samson. Cedric Van Samson, de heer Cedric Van Samson. Lid van de DNA, parlementariër in Suriname. Dank u wel. Graag gedaan. Ja. Owen, ben je aan de lijn? Ja. Ik had eigenlijk een hele urgente vraag aan meneer Van Samson, maar hij is al weg. En Suriname heeft een heleboel dingen die dus echt gewoon niet kunnen. Een voorbeeld. Stel je voor, je betaalt te veel geld, per ongeluk, aan de Surinaamse overheid. Ja. Je maakt een foutje met een nul. Je moet 1.000 euro betalen, maar je betaalt 10.000. Dan moet je 9.000 terugkrijgen, toch? Want je hebt te veel betaald. Ja, ja. Maar dat gaat in Suriname niet zo. Je moet de hele procedure aanvragen om die 9.000 terug te krijgen. En nou komt het. Van die 9.000 wat je te veel betaald hebt, wordt 10% ingehouden. Op mijn vraag. Maar op grond waarvan hou je 10% in wat te veel betaald is? Op grond waarvan? Dat weet hij niet, die ambtenaar, maar dat is de verordening van Suriname. Restitutieverordening. Dus, en dan denk ik bij mezelf, wat is dat belachelijke toestand? De wet zegt, wat te veel betaald is, moet je terugkrijgen. En Suriname zegt, dat moet je eerst aanvragen, met formulieren. En wat je terug moet krijgen, 10% blijft voor de overheid. Hoe wil jij investeerders naar Suriname krijgen met zo'n belachelijke restitutieverordening? Dat moet echt veranderen. Dit kan dus echt niet. Maar goed. We komen er nog op terug. Duidelijk, Owen, duidelijk. Even kijken. Het is gewoon diefstal, overheidsdiefstal. Ja, nee, maar deze regels zijn niet toevallig zo. Daar gaat bewust beleid achter schuil, laat ik het maar zo zeggen. Ja, maar dat zitten ze raar te kijken als er geen investeerders komen in Suriname. Zo heb je een heleboel regelingen die gewoon nergens opslaan. Maar goed. Ja, nee, prima.